Hey mensen, even mijn camera goed zetten hoor. Hey, nou, ik ga een koele gewoon voor jullie doen met dat geld. Nog stopzeggen. Nou, wat het dan is, dit wordt jullie nieuwe kaart. Ja, dit. Die pak ik en dan doe ik zo. Dan gaan we even kijken. Je hebt je kaart vast wel gezien, hè? Nou, ik ga schudden. Zo. Dan nog een keer doen. En nog een keer. En nog een keer. Ja, nou, dan ga ik even alle kaarten langs. En dan kat ik de deck. Ongeveer hier. En dan kan ik het nog een keer doen. Zo. Hop, 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 zo. En dan pak ik de bovenste kaart. En die kaart, die laat ik even rijden. Maar, dan doe ik dit. En dan wordt de klaver 10. Ja, die vertrouw ik. Kan ik de klaver 10 eigenlijk wel vertrouwen? Ja, ik kan de klaver 10 wel vertrouwen. Nou, die plak ik daar. Hoppa. Ik ga aan de klaver 10 vragen welke kaart hier is. Dus de klaver 10 kan eigenlijk voorspellen. Deze kaart gooi ik weg. Dus ik ga met het blauwe stift, zie je, ik heb drie stiften, rood, zwart, blauw. Nou, met deze blauwe stift ga ik vragen aan de klaver 10 welke kaart daar hangt. Is het een zwarte of een rode kaart? Zeg je? Zwart. Oh. Hij zegt zwart. Dus rood moet überhaupt al weg. Nou. Hier zwart. Nou, dan doe ik de rode stift even weg. En dan hebben we nog twee stiften over. De zwarte en de blauw. Dan blauw. Klaver 10. Het is een zwarte kaart. Is het een schoppen of een klaver? Zeg je? Schoppen. Fijn. Oké, en de kaart. Wat is het? Van aas met koning. Wat is het? Zeg je? De kaart is een 8. Dat is een 8. Dus het is een zwarte kaart, schoppen 8. Zal dat het echt zo zijn? Deze stiften doe ik even weg. Zal het de schoppen 8 zijn? Ik zoom even in. Op mijn telefoon. Zou het de schoppen 8 kunnen zijn? Let op. Het is, ja, de schoppen 8. Kijk, het is de schoppen 8 geworden. Dat was het.